Wat mij het meeste aangesproken heeft en het beste wat we hebben, is vooral dat Griet de dagelijkse problematiek van de mensen in het gewone dagdagelijkse leven gaat blootleggen. En ik vind dat gewoon heel erg interessant, omdat ik zelf een persoon ben die graag zeg maar een beetje de psyche van de mens wil ontrafelen. En Griet legt dat heel mooi in haar boeken altijd weer. Dus die gaat van een dagdagelijkse situatie de personen zelf gaan beschrijven, hoe ze zijn, wat ze doen, wat ze denken, welke problematiek dan ze ook hebben. Want in veel van haar boeken en ook in Het Beste Wat We Hebben, komen er toch wel tal van problematieken naar voren, zoals ja, zelfmoord, seksueel misbruik, een dissociatieve identiteitsstoornis en dergelijke meer. En dat boeit mij wel om te kunnen lezen van ja, wat maken die mensen mee, wat zijn de consequenties daarvan en dergelijke meer. Dus dat vind ik heel tof. Toen ik het boek las, merkte ik dat Lucas het meest worstelde enerzijds met zijn relatieproblemen, want dat kwam wel heel hard naar voren. Maar anderzijds ook de meer achterliggende problematiek die hij ook met zijn ouders heeft meegemaakt. Je merkt ook dat hij, ja, hij wilt toch wel afstand nemen van zijn moeder. Heeft er heel moeilijk mee dat zijn zus Suzanne worstelt met haar psychische problemen. Zeker als ze ook vermist raakt, wat we op een gegeven moment in het boek lezen. Dan merk je dat hij heel hard in paniek slaat. Is hij bang van, ja, wat kan er met mijn zus gebeuren? Dus dat zijn dingen die voor mij toch het meest naar voren kwamen. En het onderwerp zelfmoord, seksueel misbruik en dergelijke meer, die zijn zo zwaar dat dat bij u als persoon toch wel blijft hangen. En ik vind het heel jammer dat zulke dingen gewoon voorkomen in ons leven, in iemand anders zijn leven. Dat pakte mij wel heel hard. Het boek voldeed volledig aan mijn verwachtingen. Ik vond het weer een prachtig boek. Dat is eigenlijk gewoon de samenvatting van Het Beste Wat We Hebben. Ja. En om eventjes voor te spelen op de titel van Het Beste Wat We Hebben, ik denk zelf dat het beste nog gaat komen. Griet overtreft elke keer al mijn verwachtingen.